Welkom aan de Helper Oostsingel nummer 57 in Groningen. Je ziet het huis al in de achtergrond. Het is een karakteristiek sfeervol huis met een achtertuin. En achterom daar middels de poort. En verder ook een eigentijdse inrichting en indeling met bijvoorbeeld vloerverwarming. Maar ook een moderne keuken, een prachtige badkamer, een hele gezellige voorkamer en een zitkamer, eetkamer achter. Verder boven twee slaapkamers en een woonoppervlak van 74 vierkante meter. Het ligt leuk vlakbij het winkelcentrum in Helpman. Nou, ook deze straat is wat dat betreft een leuke plek om te wonen. Het is karakteristiek. Je identificeert je aan soortgelijke bebouwing qua architectuur en bouwtijd. Nou, je bent vast en zeker nieuwsgierig naar de binnenkant, dus we gaan snel een kijkje binnennemen. Ik sta hier aan de voorkant met links dus de bruine deur die toegang geeft naar de achteromgelegen bereikbare tuin. Binnengekomen in de hal entree zien we een sfeervolle eikenvloer. Ik veeg even de voeten. En links hebben we de meterkast. Nou, loop ik door, dan komen we in de woonkamer uit. En zoals ik al vertelde in mijn intro is de begane grond voorzien van vloerverwarming. Daarnaast is het huis ook nog eens voorzien van een gezellige houtkachel. Je ziet hem hier links in beeld. Het heeft dubbele beglazing, HR++. En draai ik even door, dan zie je hoe de diepte van deze woonkamer is. Je kunt er een grote eettafel kwijt. Je hebt daar de open trap naar de verdieping. En hier links de keuken. Nou, die is ingericht met een mooi, breed en diep eiland. Met veel kastruimte. En verder heeft het een ingebouwde oven, gaskookplaat en afzuigkap. En tot slot ook nog eens een vaatwasser. Voilà. Nou, loop ik door, dan komen we in de eetkamer uit. Voordat we daar zijn, hebben we hier nog een hele handige vaste kast. En daar zie je de koelvries combinatie. In de eetkamer zien we openstaande deuren. Ook heel veel sfeer, een leuk plekje waar je eventueel kan zitten. Of dus eventueel je eettafel kan neerzetten. Vanuit de eetkamer, achterkamer, komen we in de badkamer. Die is voorzien van een fontein. Opstelmogelijkheid voor de wasmachine. Natuurlijk hebben we hier ook een toilet. En achter dit muurtje zie je de inloopdouche. Nou, ik ga via de openstaande deuren even de tuin in. Om jou een indruk te geven hoe die is gelegen. En dat hebben we wel een uitdaging, want ik heb de opdracht om deze vriend niet naar binnen te laten. Kijk uit. Goed zo. Nou, hier is dus de plaats achterom. Kijk op de berging met de deur die achterom gelegen is. Deze deur was vroeger ook veel in gebruik. Die geeft toegang naar de badkamer, maar wordt nu niet veel meer gebruikt. Deze plaats ligt op het zuidwesten. Dus hier is eigenlijk als de zon schijnt de hele dag een heerlijk plekje om van het zonnetje te genieten. Ik loop nog even de schuttingdeur uit met hier rechts de berging. En hier links de achterom. Daar zie je dus aan de voorkant de deur naar de straat. Nou, daar hebben we Wally weer. Hey Wally. Ik ben weer terug in de woonkamer en ik ga nu via de vaste trap naar de verdieping. Nou, deze vaste trap geeft natuurlijk eerst toegang naar de overloop. En op die overloop zien we bergruimte, zowel hier achter de knieschotten als aan de andere kant, zoals je kunt zien. De slaapkamer aan de voorkant is mooi licht. Je ziet ook twee dakramen, zowel aan de voorkant als aan de zijkant. Hier is ook nog een wastafelmeubel. En ook hier vinden we weer ruimte achter de knieschotten. Maar ook een stuk rechterwand, zodat er een grote kast kan staan. Nou, dit is dus de slaapkamer aan de voorkant. De slaapkamer aan de achterkant, die heeft een dakkapel met een dubbel raam. Ook hier is veel licht. Dit is ook heel sfeervol overigens. Hier zie je ook een mooie afwerking van de houten vloer. Een radiator voor verwarming en een uitzicht op de achtertuin. Dan draai ik even weer terug. Dan zie je dat de afwerking van het dak, de wanden, maar ook het schilderwerk hier allemaal picobello in orde is. Soms hoor je de uitspraak wel, heeft het huis gouden kranen? Nou, deze lijkt er in ieder geval één te hebben. Vind je het leuk om zelf te komen kijken? Dan ben je uiteraard van harte welkom voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging. Ook voor degenen die ons altijd trouw bekijken en leuke complimentjes sturen. Ook leuk dat je weer keek en bedankt. En wellicht tot de volgende keer of dus bij je bezichtiging van dit leuke huis.